Welkom bij lesson 3 van SolidWorks. Vandaag gaan we de cut-extrude behandelen. Verder gaan we nog de chamfer behandelen. En aan het einde gaan we ook nog de hole wizard behandelen. Voor het gemak heb ik hier al een onderdeel gemaakt met een boss extrude. En daar gaan we dan gaten in maken met behulp van de extruded cut of de hole wizard. Ik begin met de extruded cut. Ik ga hier bovenop wil ik gaten maken, dus ik selecteer dit vlak en dan wil ik daar een sketch op gaan maken. Ik wil er even rechtop gaan kijken. Dan doe ik normal toe. Maak ik hier 4 gaten wil ik hier hebben. Zo. Deze wil ik horizontaal eraan hebben. Hier verticaal aan hebben. En dan zeg ik dat die deze hier moet staan. En dan heb ik 4 cirkels gemaakt. Wat ik als eerste ga doen is, ik selecteer al deze cirkels. En ik zeg dat ze allemaal gelijk moeten zijn. Dan geef ik een van deze cirkels een maat. Ik wilde graag een M8 doorheen zetten. Dus dan neem ik de maat van 9 mm. Oké. Ziet er dan zo uit. Ze zijn nog steeds blauw. Dus nou ja, wat is er aan de hand? Je kan ze nog alle kanten op schuiven. Dus wat je dan doet, is je selecteert het midden. Deze 2 cirkels selecteer je. Ja, ik moet het midden van, natuurlijk van die cirkels selecteren. Als ze klein zijn is dat lastig. En dan zeg je dat ze horizontaal aan elkaar moeten zijn. Dat doe je ook bij deze 2 cirkels. Horizontaal. En dan zeg je ook nog dat ze deze verticaal aan elkaar moeten zijn. Vertical. En dan deze. En deze. Ik heb Ctrl natuurlijk ingedrukt. Vertical aan elkaar. Zijn ze nog steeds blauw? Wat is er aan de hand? Oh. Er moet nog afstand tussen. Nou. Dan zeggen we deze en deze. Daar zit een afstand van bijvoorbeeld 150 tussen. Nou, wil ik hier ook dan een afstand van 150 tussen hebben. Dus dit is dan de vierkant. Wat ik dan alleen nog moet doen is de afstand van hier naar daar. Die doe ik dan maar 25. En dan de afstand van hier naar daar. Ook 25. En dan hebben we ons gatenpatroon. Dan ga ik uit de sketch. En wat ik dan doe, ik maak een extruded cut. Hij selecteert al vast de sketch. Je hebt hem hier op blind, dus dan gaat hij 40 mm doorheen. Je kan ook bijvoorbeeld through all doen. Dan gaat hij er sowieso helemaal doorheen. Wat je ook kan doen is, je wil hem niet overal doorheen hebben. Dan doe je hem wat minder diep. Even kijken, 10 bijvoorbeeld. En dan zit hij er niet helemaal doorheen. Ik wil hem nu er gewoon doorheen hebben. Dus dan zeg ik through all. En dan oké. En dan zie je dat er nu gaten in zijn gekomen. Dus wat ik nu wil gaan doen, is ik wil voor de schroef die erin komt, wil ik hier nog wat gaan afschuinen. Dit kan ik doen met de functie chamfer. Die staat hier, chamfer. En dan kan ik die edges gaan selecteren die ik wil gaan afschuinen. Allemaal. Ik wil een full preview, dan zie ik alles tegelijk. Ik wil hem afschuinen met 45 graden. En dan
Dat is normaal 2 mm. Zoiets. En dan heb ik dat gemaakt voor die schroefjes. Dit alles kan ik ook veel sneller doen. En dat kan ik doen met behulp van de hole wizard. Ik zal laten zien hoe ik dat doe. Ik zal de chamfer en de cuttingstoel die ik net heb gemaakt deleten. Yes. Dan houdt hij de sketch. Die wil ik ook deleten. Dat kan ook sneller. Yes. Dus wat ik dan doe. Dus ik begin hier weer. Ik zet hier weer een sketch op. Ik wil hier weer recht naar kijken. En wat ik doe. Ik begin niet met putten of zo. Ik begin gewoon met mijn vierkant. Die zet ik hierop. Escape. Hij staat gelijk in het midden. Wat ik dan gewoon doe is, ik geef die maten aan van 150 en 150. Dit had ik zo net ook kunnen doen. En dan had ik gewoon cirkels hierop kunnen gaan tekenen. Dat is bij de hole wizard is dat niet nodig. Dus dan kan ik dit gewoon gebruiken voor de hole wizard. En dat was veel sneller geweest. Ik ga de sketch nu uit. Ik heb een vierkantje getekend. Dat is gewoon alleen voor de hulp. Dan ga ik naar de hole wizard. Klik ik die aan. Dan ga ik als eerste ga ik naar positions. En dan vraagt hij van op welke face wil ik die gaten maken. Nou, dan moet je een face gaan selecteren. Nou, het is aan de bovenkant. Dus dan selecteer ik de bovenkant. En dan selecteer ik al die hoekjes. Oh, ik zit ernaast. Nou, dat pas ik straks aan. Ik hoop dat ik hem nog kan slepen. Nee. Deleten. Zo. Ja. Zometeen haal ik die andere wel weg. Dit was een misklik voor mij. Ik laat zo meteen wel zien hoe dat gaat. Ik laat gewoon zien hoe dit is. Je kan verschillende gaten kan je selecteren. We hadden net dit soort gat. Dus die kunnen we dan gaan selecteren. We hadden een M8. Wat we dan gaan doen. Dus gaan we naar ISO. Ik wilde een M8. Dus ga ik dus M8 selecteren. M8. Dan wordt die groter. En dan zie je ook dat die gelijk onder een hoek zit. Die wij net hebben aangemaakt met de chamfer. Ik doe through all, gaat hij overal doorheen. En dan doe ik oké. En dan heeft hij die gaten gelijk aangemaakt. En het gaat veel sneller dan met de cut-extrude en de chamfer. Ik heb hier per ongeluk twee door elkaar heen. Je ziet het ook gelijk. Nou, zoals altijd zit er altijd een sketch achter een feature. Ik kan hem selecteren. Dan zie je hier die twee puntjes. Kan ik editen. Kan ik dat puntje selecteren en gewoon weghalen. En dan zie je ook gelijk dat die is gerepareerd. Hier zit ook nog achter die hole wizard zit ook nog de schets. Hiervan. Dus dit is de standaard schets. Je ziet dat die 9 mm is voor die M8. 20 diep. Dit zijn de standaard maten. 90 graden. Dat hebben we net. Hebben dit ook gemaakt met behulp van de chamfer en de cut. Als je zou willen, zou je dit ook nog kunnen aanpassen. Maar dit zijn standaard maten, dus dat zou ik niet doen. Deze les hebben we de cut extrude besproken, de chamfer functie besproken en hoe is het besproken. Volgende les bespreken we weer meer.